Deze nieuwsuitzending is actueel, want ik heb een vrouw aan de lijn en die gaat zeggen, spreken en jullie de les lezen, want zij is van Joodse afkomst. En hoe heet je ook alweer? Ja, zeg, daar doe ik niet aan mee. Ach nee, jouw naam doet er niet toe. Oké. Repelsteeltje heet jij. Ik ben Repelsteeltje. Ja. Hoe ben jij aan die stem gekomen? Is die gegeven door wat? Ja. Ja. Ja, ik denk wel eens, hè, als je nou zegt van waar heb je nou de meeste complimenten over gekregen in je leven? Mm-hmm. Dan is het eigenlijk alleen maar mijn stem. Oh, nee, grapje. Nou, vertel, hoe is het, Perry? Verschrikkelijk. Hoezo? Goed. Goed? Ja, oh, wat leuk. Ik heb een afspraak met een blondine. Ja, niet, ja? Niet een echte blondine, maar zo'n geblondeerde blondine. Ja. En haar moeder heeft gezondheidsproblemen. Mm-hmm. En eindelijk mag ik met de Renault Clio, dat is een non-auto, daar wil je niet doodgevonden in worden. En ik ga haar naar Geleen brengen. Geleen moet je zeggen. Eindelijk! En ze heeft lange, ja, komende vrijdag. Oh? Joehoe. En zij nog. Het is wel serieus en de handen schudden. Ja, man. Het is een hele mooie Limburgse met lange benen. Maar even kijken, wat is er voor afgegaan aan de Clio, aan de Renault Clio? Oh, daarvoor had ik een Volvo 740, maar dat is een hele dure auto. En daarvoor had ik een Mercedes. Oh, wacht even, dus de Renault Clio is van jou en jij gaat... Nee, is niet van mij, Nee, ja, ik ben bijna bejaard. Het gaat om de humor, hè. Ik ben bijna bejaard. En we delen een non-auto. Ja. Een Renault Clio. Echt een pakkie, man. Oh. Maar ben je verliefd op haar? Ik denk het wel, ja. En zij ook op jou? Nou, dat weten we niet. Mm. Ik moet eerst nog haar overtuigen. Want ze zei al van, ja, jij kan zo uit de hoek komen dat de mensen je er graag weer terug in willen schoppen. Dus ik moet mij gedragen. Hmm. Ja, maar hoe is het met jouw liefdesleven? Nou, die is er gewoon niet. Heel even dacht Gadverdamme, dus in die Joodse buurt van Amsterdam, daar zijn geen interessante... Zo erg voor jou. Nee joh, het is allemaal niks voor mij. Maar goed, wat heeft mijn Joods zijn er trouwens? Het heeft helemaal niks met mij te maken. Nou, jij zei dat je Joods was. Dat heb je mij verteld. Maar dat heeft helemaal niks met wat dan ook te maken. Ja, behalve dat Mozes gelijk had. Nou, dat is... Ja, nou ja... Jeetje, maar je bent dankjewel. Wel... Je zit goed in de olie. Jij, hoor ik, zeg. Tjonge, jonge. Absoluut. Ik heb Jägermeister gedronken. Ja. Oh, nee. Ja. Slechtste idee ter wereld, man. Mm. En kan jij dit gesprek nog een beetje redden, totdat het een beetje humoristisch overkomt voor de lui? Nou ja, het laatste nieuws is eigenlijk dat ik dacht van, ik wil eigenlijk ook wel een geslachtsverandering. Dat heb ik net een half uur geleden bedacht. Wat? Nou, dat ik dacht, ik wil eigenlijk ook wel een geslachtsverandering. Daar heb ik ook wel zin in, weet je wel. Ik zou wel gewoon ook even een man willen zijn, lijkt me best. Ik dacht opeens... Oké. Een man willen zijn? Ja, opeens dacht ik dat vandaag. Ga verder. Ik met mijn dronken kop hou mijn mond en jij krijgt het woord. Want dat was mijn geheime afspraak voor dit gesprek.
Nou ja, ik dacht, ik zou al die verkeershufters in elkaar slaan, weet je wel. Lijkt me echt heerlijk. Mm-hmm. En ja, het lijkt me, ik dacht opeens van, misschien wil ik ook wel een man zijn. Maar dat is morgenochtend over, hoor. Dat dacht ik gewoon even zo vanavond. Mm-hmm. Ja, af en toe heb je dat, ja. Nou, ik heb het nog nooit eerder gehad, maar ik zit natuurlijk ook veel te veel nieuws te lezen. En dan Femke Halsema, de nieuwe burgemeester van Amsterdam, die zegt, ja, de moslims hebben het hartstikke zwaar in de stad. Sorry, je gaat een beetje te snel van mijn dronken oren. Wat zei je nou? Nou, Wie heeft nou wat gezegd? Femke Halsema, de nieuwe burgemeester Femke van Amsterdam. Femke Halsema? Ja, die heeft gezegd vandaag van ja, de moslims hebben het ook niet makkelijk. Die hebben het minst makkelijk in de stad, weet je wel. Maar toen vlak daarna, want dat is als je het nieuws leest, dan gaat het allemaal heel snel, zeg maar. Dus van het ene onderwerp kom je in het andere onderwerp, je kent dat wel. En toen las ik van een bekende advocaat, Sydney Smeets, en een collega van Gerard Spong. En die zegt, ja, homo's, LGHBT'ers zijn tweederangs burgers, omdat de ChristenUnie nog steeds dus niet het homohuwelijk erkent. En toen zag ik iets weer over Kick-Out Zwarte Piet. En die hebben het ook echt heel zwaar. Dat was in 3 minuten tijd, zeg maar. En las ik zo van die drie artikelen. Je hebt een beetje information overload. Ja. En ze dachten, ja, weet je wel, wie is nou eerste rangsburger, wie is tweede rangsburger, wie is derde rangsburger, wie heeft het nou eigenlijk het zwaarst? Zo zat ik zo even een beetje te mijmeren. En misschien ook daardoor dat ik dacht van ja, ik heb eigenlijk ook wel zin in een geslachtsverandering. Maar hoe doe je dat dan? Dan moet je dan een soort van siliconen penis krijgen of zo? Ja, ik weet niet. Volgens mij vouwen ze het uit het bestaande of zo. Ik weet eigenlijk niet precies hoe het gaat. Want je heupen moeten, als jij dat wil, hè, dan moeten je heupbotten bij elkaar komen. Ja. Dat lijkt me pijnlijk, hoor. Nou ja, de wachttijd is 1 jaar. En daar maakt iedereen zich zorgen over. Want een kindje van 12, die wil dus een meisje zijn, omdat ze heel erg van make-up houdt. En die baalt als een stekker dat ze 1 jaar moet wachten. En toen dacht ik, ja, weet je, als je 12 bent en je wil een jongen, als jongen geboren, je wil een meisje zijn. Mm-hmm. En je bent de hele dag met make-up bezig. Ja, wat is nou 1 jaar als je 12 bent? Robert Smith van de Heling, die band. The Cure. Mm-hmm. Die deed toch ook make-up? Ja. Ja. Dat vind ik ook zo'n gedoe met Zwarte Piet en Witte Piet, of whatever. Ja, want Robert Smith van The Cure, dat was de Witte Piet. Ja. Ja. En dan een beetje met kool dingen over zijn ogen heen. En, ja. Tadam. Ja. Ik vind het ook, hoor. Ik vind het alle mannen. Ook. Die vrijmetselaars, die hebben toch allemaal een schortje. Voor hun lul. Is dat zo? Ja, volgens mij wel. Waarom? Een goede vraag. Goeie vraag. Zoals een tok of zo? Ja, zoiets, ja. Oh, wat geweten. Oké, ja, look it up. Vrijmetselaars.nl in de jaren huppeltjepup. Ik hou niet van vrijmetselaars. Ik vind het een stomme lu, eigenlijk. Ja, ik heb er nooit wat mee te maken, dus het interesseert me niet zoveel. Nee, precies, ja. En wat interesseert jou wel? Het nieuws, de media en politiek en hoe de mens zo ver verwijderd is van de politiek en de media. Dat vind ik heel erg interessant. Oh, ja. En hoe dat, ja, hoe die geldstromen lopen en wie er wel aandacht krijgt en wie er geen aandacht krijgt. Dat vind ik super interessant. Ja. Dat is eigenlijk bijna het enige, precies, waar ik mee bezig ben in mijn vrije tijd. Ja, precies. Ja. En jij lijkt, wat mij betreft, op Hannah Arendt. Ken je die? Ja. Heb je dat boek gelezen? De menselijke toestand? Maar heel lang geleden, ja. Dat was Joods, hè? Ja, dat weet ik, ja. En die was getrouwd
met Martin Heidegger, of wel een relatie of zo. En Martin Heidegger werd uitgemaakt voor een antisemitistische huppeltjepup. Snap ik ook niet. Nou ja, dat is wat ze vandaag de dag ook zeggen. Als jij gemengd gehuwd bent, dus jij bent getrouwd met een zwarte mevrouw of een zwarte meneer, dan ben je juist dubbel racistisch. Want dan gebruik je dat om je racistische zooi te uiten. Ja. Ja, dus. Dus het kan allemaal tegenwoordig. Ik had een keer gezegd ook van... kijk, ik heb ook twee donkere kinderen, hè, van een Afrikaanse man. I know. Ja, maar ja, ik dacht misschien voor de luisteraars die denken, goh, wie is die repelsteeltje nou? Dus ja. Dus die discussie ging daar jaren geleden een keertje over. En toen zei ik van, nou ja, het enige verschil met donkere kinderen is dat je je gewoon op de derde verjaardag afvraagt. Ja, geef je ze een stepcadeau of een neusbordje? Ja, dat soort dingen vind ik dus heel leuk om te zeggen. Dan lig ik helemaal in een deuk. Maar ik ben gewoon de enige die dat heel grappig vindt, geloof ik, of zo. Ik weet niet, maar... Ja, jij vindt het ook helemaal niet grappig. Nou, dat weet ik niet. Ik vind het heel serieus. Ik vind het heel serieus wat je zegt. Ja, het is gewoon de domheid van de discussie. En ik hou van kinderen namelijk. Ja, denk je dat ik mijn kind van 3 een neusbordje voor de verjaardag geef? Nee, natuurlijk niet. Zo'n ding door je neus, zo'n bordje, weet je wel? Ja, ja, I know, baby. Ja, dat doe ik toch niet, maar even tegen de luisteraars, kijkeraars. Mira, van Talk to Mira, zorgt. Ja, punt, klopt. Geen overbodig woord. Maar dan nu terug naar de humor. Waar gaan we dan om lachen? Kunnen we Geert Wilders afzeiken? Ja, nou ja, die heeft mij al jaren geleden geblokt. Dus ik volg helemaal niks van die man eigenlijk. Ik vind hem ook echt een enorme clown. Het enige is als ik hem zie bij een live debat. Dan geef ik eerlijk toe, dan lig ik onder de tafel van het lachen. Dat vind ik zo grappig. Zo verschrikkelijk geestig. En dan zei hij een keer tegen Rutte, ja, kijk hem daar dan staan, joh, onze El Capone. Weet je, ja, dan lig ik helemaal in een deuk dat gewoon kan. En dat vind ik ontzettend grappig. En meer heb ik er niet over te zeggen eigenlijk. Ik heb geen mening over Wilders. Geert Wilders is niet humoristisch. Dat is gewoon gebakken lucht, ja. Het is gebakken lucht. Maar in een debat, ja, geef ik eerlijk toe, kom ik gewoon niet meer bij. De hele politiek is helemaal dood. Ik heb ontzettend veel onderzoek gedaan de laatste tijd. Uh-huh. Naar, wat heel veel mensen al misschien al lang weten, niet misschien, maar heel veel mensen weten dat al, maar naar die Soros. Want die was nou, de Soros bedoel je? Ja, George Soros. Ja. Hij was een tijdje geleden, een paar weken geleden, was er bij de NOS stond een artikel en daar is heel Joods Nederland helemaal vanuit zijn dak gegaan. En dat is uiteindelijk verwijderd, kun je nagaan. En dat ging erom dat er stond de Joodse George Soros zit met zijn tentakels in de, over de hele wereld. Nou, mm-hmm. Ik hou niet van de Jood George Soros. Weet je, vind ik gewoon heel stom. Hoeft er helemaal niet bij. Dus Oké, volgens jou bestaan er stomme Joden? Ja, dat zeg ik altijd. Ik zeg niet anders. Ik heb het meer over slechte Joden dan over goede Joden, weet je wel. Ik ben het er ook mee eens. Kijk, een beetje Jood, die kent het Oude Testament. Toch? Nee, ja, het slaat gewoon nergens op, weet je. Dus er zijn geen aardbeten dan katholieken of zo. Wat? Help mijn dronken brein. Hè? Ja, wat zei je nou? Maar elke keer hebben we het hier over. Of tenminste, ik heb in ieder geval het gevoel alsof ik altijd hetzelfde verhaal afdraai. De gevangenissen in Israël, die zitten ook vol. Denk aan de humor. Ja, maar ik heb, weet je, er zijn net zoveel slechte Joden als katholieken, zeg ik altijd. Maar daarmee heb ik alles gezegd. Maar het ging over George Soros. Soros, ja. Ja. Sorrow of zo. Ja, nou, en dat, die combinatie van Jood met tentakels, dat gaat dan terug naar de nazi-tijd. En dat was gewoon een geëikte, klassieke antisemitisme. Ik ben zo blij dat ik dronken ben.
Ja, nou, maar ik... Dat ik een afspraak heb met een vrouw. Ja, snap ik. Ja. Maar goed, ik was het daar helemaal niet mee eens. En toen ben ik gewoon eens even gaan vogelen. En hij heeft dus gewoon een site waar heel veel op staat. Gewoon openbaar voor iedereen te doorzoeken van zijn stichting. En als je dan gaat zoeken, jongen, naar je valt van de ene verbazing in de andere verbazing. En ja, hij heeft het gewoon wel goed voor elkaar. Hij sponsort bijvoorbeeld ook studies, weet je wel, poepchique studies in Washington. Moet je je voorstellen. Kom je net van school en doe je een aanvraag. Of je krijgt het aangeboden en dan ga je gewoon twee jaar in Washington studeren. Mm-hmm. Op kosten van ome Soros. Mag ik even interrumperen? Mag ik even interrumperen voor de kijkeraars? Ja. Ja. Horen jullie de mooie klanktoon van deze vrouw? Kate Wouter, mijn lieve. Nou, dan kom je dus terug in Nederland. Nou, dan heb je het helemaal gemaakt. Je wordt gelijk uitgenodigd overal en zo, weet je wel. Het gaat allemaal als een speer. Ja, ja, dan blijf je gewoon altijd loyaal naar die man toe. En of je doet net alsof je zijn ideaal van het wereldbeeld, hè? Dus geen grenzen, iedereen gelijk, geen nationaliteit, het liefst ook geen, gender, hè? Alles genderneutraal en open grens, alles open. Vind ik ook hoor, vrouwen moet je afschaffen. Tuurlijk, nou ja, precies, het klinkt allemaal hartstikke mooi, maar als je dan verder gaat kijken waar die man allemaal wel niet in zit, wat hij allemaal dus wel niet financiert. Je hebt een Media Matters, een onwijs groot mediabedrijf. Ja. Heel veel mediabedrijven. En dan moet je je voorstellen dat jij dus een of andere kansloze piemel bent. En jij wordt opeens directeur van een heel groot mediabedrijf. Mm-hmm. Terwijl je net van een school van de journalistiek komt. Nou ja, dan ben je natuurlijk hartstikke loyaal. John het is wel de leuk, Moore, het woord piemel wat je net gebruikte. Is dat Jiddisch? Nee hoor. Nee. Een lul, zeggen we toch? Nou ja, ik vind de andere leuker. Lieber Piemel. Ja. Ja. Nou, kijk, nu gaan we naar de humor toe. Ja, dat kan ik niet op commando. Dat kan, dat nee, gaat maar niet. Ik mag je wel uitlokken. Nou. Ik ben van me afgepoeld. Even kijken. Inderdaad, dat is mij gelukt. Ik heb jou van je... Ja, en nu dan, verder? Qua humor dan, hè? Ik ben dronken, dus het maakt helemaal geen donder uit. Ik ben niet stoned, by the way, maar wel dronken. Hij zegt zelf in een interview dat George Soros? George Soros zegt zelf in een interview dat hij... Iedereen weet dat, maar hij zegt het ook zelf... dat hij gigantisch veel geld in de Hillary Clinton-campagne heeft gestopt. Ik vind Hillary Clinton een vrouw waarvan ik denk dat ze uit haar mond stinkt. Ja, ik denk dat zij aan Satans verheerlijking doet. Maar goed... Trump, maar in ieder geval, hij zegt dat dus zelf. Nou, in ieder geval, als je dan in discussie gaat of kijkt, alles is anti-Trump. Dus alles is pro-Hillary. Dus pro-Hillary is pro-Soros. Ja. Nou, en als je dat aanhoudt, ik doe dus wat ik dus doe met journalisten die hele rare artikelen schrijven. Dat je denkt, wat is er aan de hand met diegene? Hè? Wat is er in zijn brein kapot? Ja, ja. En dan ga ik zo'n piemel, de hele, ja, komt hij weer. Piemel is een lul, moet je zeggen, op zijn Nederlands. Ja, niet dat je die spreekt. Ja, nou, die ga ik dan natrekken. En altijd kom ik uit dat ze ergens zijn geweest wat op een meeting of een cursus of een baan. Erg. Of altijd erg. Gefinancierd door Soros. Rechtstreeks, hè, want hij heeft die Open Society Foundation, dat is van hem, dat weet iedereen. Daar zit een zoekfunctie op. Met duizenden en duizenden en duizenden projecten waar hij geld aan heeft gegeven. In de Bijbel staat, en jij hebt tegen mij gezegd dat jij van Joodse afkomst bent. In de Bijbel staat, de liefde voor geld is de bron van kwaad. Ja, maar weet je wat je altijd doet? Kijk, als jij uit Afrika komt, dat wil niet automatisch zeggen dat je trommel kan spelen.
Mm-hmm. Begrijp je? Dus je bent Joods of je bent het niet. En dat heeft helemaal niks met bijbelkennis te maken of met religie. Net zo min als dat iemand die zwart is, ja, wat ik zeg, Afrikaanse dansjes kan doen. Wij kunnen beter dansen dan die negers. Nee hoor, echt niet. Wel. Nee. Ik dans die negers eruit hoor. Ja, als je dronken bent, dan denk je dat. Ja, maar dat maakt geen donder uit. Ik dans die negers eruit. Ja, ik ben flexibel. Ja, maar dat maakt niet uit. Win ik met de danswedstrijd. Nou en? Is het nou weer belangrijk? Maar ik kan beter dansen dan de eerste beste neger. Ik hou van Elvis Presley met die heupen. Ja. Nou, ik ben blij dat we ver van elkaar af wonen. Hoef ik dat niet mee te maken op de zaterdagavond. Dank je wel voor jouw correcte opmerking. Ja, kom op, hè. Gaat op de humor. Ferry en de Berenburger. Nou, en dan is Elvis Presley dansen. Nee, het was geen Berenburger. Het was Jägermeister. Oh ja, Jägermeister. Ja, sorry. Sorry, excuus. Ja. Ja, suipen doe ik toch. Hmm. Het belangrijke is dat wij hiervan een opname maken waarvan andere mensen zullen lachen. Op een dag. Ja, maar ja, dat kan niet. Dat gebeurt, op een dag. Morgen. Ja. Maakt niet uit, maar een andere dag dan. Dat mensen nog kunnen lachen. Ik lach heel wat af, maar ik moet zeggen, wel altijd om mijn eigen grapjes. Daar kan ik niks. Dat, ja, daar hou ik ook van. Lachen om over je eigen grapjes, ja. 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 Maar ja, ja. Nu heb ik even niks grappigs eigenlijk. Je bent omringd met saaie, ongewassen kerels. Echt niet. Heb je interessante kerels om je heen? Nee, één lekkere. En daar wou ik het bij laten. Fok. Fok. Kan je dit eruit knippen? Kut, nee, zeg ik nou. Nee. Ja, maar nee, ik ben ook bezig, hè. Want ik heb een Lonneke aan de haak. Mm-hmm. Ja, ik ga met Lonneke naar Limburg. Ik vind Limburgs mooi. Ik heb maandag wel een blind date, trouwens. Dat wel. Wat? Ja. Yeah. Oké, nu gaan we de humoristische goede kant op. Een blind date? Ja, hij gaat hier toch nooit naar luisteren, het wordt toch niks. Maar die ken ik via internet al half jaar geleden of zo. En af en toe appen we een beetje. Maar hij heeft dus een slaapprobleem, dat hij dus niet kan slapen. Dus ik dacht, daar gaan we weer. Heb ik weer zo'n zeikzak, weet je wel. Maar hij is verder gewoon wel aardig en het gaat nu wel beter, geloof ik. En toen zei ik, ja, ik dacht van ja, ik wil nu wel eens een keer afspreken. Want tegen wie zit ik eigenlijk aan te appen, weet je wel? Ja. Het is allemaal heel oppervlakkig hoor. Het gaat helemaal niet te diep of zo. Oh, of wat praat je mooi. Ja, prachtig. Maar dacht ik van ja, weet je, anders dan pleur ik je gewoon uit mijn app, snap je? Ik zit gewoon tegen een vreemde aan te lullen. Dus dat. En deze heb je hoop gegeven? Nee, ook niet. Nee. Hmm. Nee, maar we gaan maandag wandelen door Amsterdam. Oh, wandelen is correct. Ja. Johnny Walker, dat is ook een, ja, dat is een merk whisky. Ja. Maar ja, het is wel een echte Amsterdammer, dat vond ik wel leuk. Hmm. Zo gezellig misschien. Al die Joden zijn naar Amsterdam gekomen, hè? Ja, die moesten zich verzamelen in Amsterdam, hè? Ja, zoiets. Ja. De Jordaan, daar woon jij toch ook, of niet? Mm-hmm. Mm. Ja, nog wel. Zolang je het mag, joh. Ja, ja die, ik heb een complotvriend, die jij ook kent. En ook had lachen, hoor. Echt lachen. Dit is een nieuw woord, echt. Homo. Ja, complotvriend. Echt, hoe vrolijk ik ook ben, als ik hem bel, dan zit ik binnen 5 minuten zit ik in zak en as.
echt, die heeft altijd horrorscenario's. En het ergste is dat hij gewoon over de jaren heen ook gewoon wel steeds een beetje gelijk krijgt. Maar hij zegt dus altijd, we gaan toe naar de tijd dat je gewoon verplicht bent om migranten in huis te nemen. En dan zegt hij, nou wacht maar af Mira, als je aan de tijd nog krijg je, dan bepaal jij niet meer wie er bij jou in huis woont. Dat zegt hij dan. Ja. Is hij Brabants of Limburgs? Ja, ik kan niet goed nadoen, Arnhem. Arnhems, praat hem. Ik vind wel met een zachte G. Een zachte G, ja. Ja, ik hoor wel een zachte G. Dat hoorde ik wel, hoor. En dan zeg ik altijd, heb ik het altijd over, ja, als het nou fout gaat, hè, wat moet ik nou doen? Moet ik nou thuis blijven of moet ik wegrijden? Dat soort gesprekken altijd, daar word je echt niet vrolijk van. Hm. En toen zei hij dus, ja, als je maar water hebt. En toen zei ik, nou, ik heb wel een waterzuiveringssysteem. Die heb ik ooit cadeau gekregen. Ik heb zo'n doos in de kelder staan. Gadverdamme, heb je dat? Komt. Dan moet je dat schoonhouden. Nee, het is helemaal nieuw. Zit helemaal in de verpakking. Ik heb een cadeau gekregen ooit van iemand. Niet vervelend dus. Nee, voor als het ooit nodig is, kan ik water zuiveren. Maar, dus... Die vriend die zegt van ja, je kan gewoon water uit de gracht halen. Ik zeg, ik heb niet eens een emmer. Dus dan ga ik van de week toch maar even zo'n watertank, zo'n tankding kopen. Ik dacht, waarom heb ik dat in huis? En hij zegt, je moet er ook een hebben met benzine. Want ik zeg, ja, wat heb ik dan allemaal nodig? Als de nood aan de man komt. Ja. Hij zegt, ja, je moet ook 10 liter benzine in huis hebben. Dan kan je in ieder geval moven. Ja, dit maar gaat ja, richting humor. Ga door. Ja, nee, daarom. Ja, ja, ga door, ga door. Ik doe het uiteindelijk ook helemaal niet. Maar het zijn wel gekke tijden. Ja, man, waterzuivering. Al die waterzuiveraars, hou er mee op. Ik hou helemaal niet van waterzuivering. Ik drink kraanwater. Ja, maar als het water afgesloten wordt, daar gaat het om. Wat? Het gaat erom dat als de pleuris uitbreekt, weet je wel, als er iets heel raars gebeurt, wat ga je dan doen? Dood of zo? Ja. Sinterklaasje, dag. Maar zou je in de Renault Clio gaan zitten? Ik denk, niet per se. Of zou je gewoon rustig thuis blijven? Ik denk het wel, ja. Nee, als de pleuris uitbreekt, iedereen krijgt de pest. Ja, mijn punt is, ik zuip te veel, ik rook te veel en ook nog hash. En ik heb er geen ziektes. Nee. Dat is toch ellendig? Ze moeten mensen verbieden om zoveel te drinken zoals ik en te roken. Want dan krijgen ze ziektes en dan gaan ze... Ik betaal 110 euro per maand om mij in leven te houden. Voor de verplichte volksgezondheidsverzekering. Ja, dat is humor. 110 fucking euro. En ben je gezond? Ik ga niet naar een dokter. Nou, dan ben je wel gezond. 110 euro in de maand. Om niet naar een dokter te gaan. Want ik ben altijd bezopen. En heb ik te veel gerookt. En wat nou weer. Maar wat kost dat wel niet? Ja, man. Minder dan 110 euro per maand, hoor. Ja, nou. Oh, echt? Nou, dan ben je nog geen hardcore zuiklap. Kan je er nog best wel een tandje bij doen, hé. Kom op. Jij gaat deze zending sharen met vrouwen. Dat zending, vrouwen, die zending, heist of toosje. Zending. Op zijn Nederlands zeggen we uitzending. Ja. Dat vrouwen ook weten van humor. En dat te maken. Nou ja, we hebben wel vaak wat afgelachen, Perry. Ja, ik kan me herinneren dat we een keer erger hebben. We zitten lullen op die radio van je. Daar kwamen we niet meer bij van het lachen. Ja. Hè?
Jongen. Maar het is volle maan, hè, en ik heb er hartstikke veel last van. Wat? En ik had vroeger een vriend, dat was een echte antisemiet. Ja, wat, een antisemiet? Ja, dat was een hele goede vriend van mij, maar we kregen altijd ruzie over het jodendom en zionisme en dat soort dingen. Heel jammer. Oh, wat een kuthomo. Is hij een kuthomo als vriend? Nee, is hij niet. Hij is echt hartstikke lief. Maar goed, wel een enorme anti-zionist. Ik mag niet antisemiet zeggen, maar dat is hij gewoon. En daar kregen we dus altijd ruzie over. Het is een anti-zionist. Maar goed, Wat vond je leuk aan hem? Hij was ontzettend lief. Echt heel erg lief. Hij hield zoveel van mij. Ja, maar goed. Ik kan geen anti-zionist worden. Ik wil mijn geslacht veranderen voor je. Ik wil alles voor je doen. Maar ik kan niet een anti-zionist worden. Dat gaat niet. Dat gaat niet. Nee, dat regeert niet. Dat gaat gewoon niet. Dat regeert niet. Dat regeert niet. Zie je dus wel, ja. Wij kunnen best lachen, ook al ben ik dronken. Maar goed, hij waarschuwde me altijd van, zus, het is weer volle maan. Hij noemde jou hij dus zus. Nee, zo noemde hij me niet. Dat is wel jammer, want jij bent wel mijn zus. Jij bent mijn zus. Dat moeten we niet vertellen, moeten we geheim. Nee, want ik ben christen en ik beschouw iedereen als broeder of zuster. Incestradio. Ja, incestradio. Goed zo. Kijk, nu gaan we lachen. En we hebben nog... Ik ga even kijken, hoor. We zitten over de 30 minuten. We hebben nog 30 minuten te gaan voor de humor. En alsjeblieft, help mij een beetje met de humor. En dat we 100 luisteraars krijgen. Al de gezeik over Marianne Vaatstra, dat doen we niet meer. De aanslagen van 11 september, dat is een saaie, boring, huppeltje pup. Laten we het hebben over de mogelijke vriendschap tussen mannen en vrouwen. Ik wil toch nog één ding even toevoegen. Kom, dat is een heel mooi hart van jou. Kom. En dus, het is niet om te lachen, maar ik had het net even over die George Soros. En het laatste wat ik nog even wou zeggen is dus dat hij... ook ProDemos sponsort. En dat is degene die dus je helpen met de keuze bijvoorbeeld. Een kieskompas voor. Die help je bijvoorbeeld met de keuze op welke politieke partij je moet stemmen. Maar die zorgen ook uitjes voor scholen naar de Tweede Kamer. Wat? Nou, dat is natuurlijk allemaal fantastisch. Ja, ja. Maar als je, want ik bedoel, ik vind het hartstikke leuk als mijn kinderen naar de Tweede Kamer zouden gaan. Sterker nog, ik heb ze er zelf naartoe gebracht. Maar goed, ik zou het leuk vinden als ze met school er naartoe zouden gaan. Mm-hmm. Maar die dat dus betalen, die krijgen dus betaald voor Soros. Dus als jij zegt dat die man, ja, met zijn tentakels ook in de politiek zit, dan zeg je gewoon helemaal niks geks. Dat wou ik nog even zeggen, dat hij dat ook sponsort. Maar nu moeten we grapjes maken. Even denken of we nog wat... Grapjes. Leuke dingen. Iets met negers. Negers kan je lachen, hoor. Ik weet wel iets, maar dat vind jij heel grappig. Maar ik meen het dan zeg maar wel bloedserieus. Nou, toen ik dus hoorde dat een neger... Want ik vind neger helemaal niet zo'n raar woord. Maar goed, dat een zwarte jongen, een Afrikaan wel te verstaan... Met de bus naar Dokkum ging, toen wist ik al, dat betaalt hij niet zelf. Want een Afrikaan die stuurt gewoon alles naar Afrika. Die gaat echt niet voor zijn idealen van Amsterdam naar Dokkum. Dat is uitgesloten in mijn beleving. En toen ben ik dus inderdaad... Nu ga je heel hard hoor, qua intelligentie. Ja. Dus ja, een Afrikaan gaat niet vanuit Amsterdam naar Dokkum. En dat uit eigen zak betalen voor idealen om te strijden tegen racisme. Dat doen ze niet. Een Afrikaan die denkt aan zijn moeder met een waterkruik op haar hoofd... die iedere dag 2 uur moet lopen naar de waterkraan. Jezus, dit vond ik echt... Sorry dat ik Jezus zei, hè? Nee, dat mag dus, hè, want Jezus was een Jood. Maar Jezus, wat een leuke opmerking. Ja, nou dus, en dat bleek dus inderdaad zo te zijn, die hele kick-out Zwarte Piet campagne, die is gefinancierd door Soros, weet je wel. Iedereen weet dat inmiddels. Ja. Openbare informatie. Dus, ja. De overload of information. Ja,
Maar goed. Ja, wij waren gebleven bij de humor. En het samen zijn en dat we allemaal samen zijn, ook al zijn het negers. Maar maakt het uit dat er negers zijn. Dat is dan weer gewoon homo gedoe. En negers horen er ook bij, hoor. Wat dan nou? Ja, maar het was zo. Er was geen probleem. En er worden gewoon problemen gecreëerd. Net als met de regenboogvlag. Dat heb ik al heel vaak tegen jou gezegd. Weet je, een pompstation hier zo in Amsterdam. Die hebben dus een hele grote regenboogvlag. En ja, dan denk ik, nou, leuk, is een homo-tankstation. Voorheen mochten de homo's daar niet tanken. Maar nu is het een homo-tankstation. Ja. Ik kan er gewoon niet bij met mijn hoofd. En ik heb daar zo maar ik vind het ook. Als ik even een grapje mag maken. Maar mensen die hun penis stoppen in de anus van een andere mens, lopen gevaar. Ja, dan moeten ze lekker zelf weten. Als je te veel zuipt en te veel rookt, loop je ook gevaar. Maar iedereen moet het gewoon lekker zelf uitzoeken. En ik vind alles wat er onder de dekens gebeurt, dat wil ik gewoon niet weten. Klopt. Daar wil ik niet mee lastiggevallen worden. Klopt. Ik word er scheidsziek van. Ik wil van. Nog een keer klopt zeggen. En ik ga ook zeggen, ik ga een eigen vlag ontwerpen. Voor wat ik doe onder de lakens. Ja. Ik wil ook een eigen vlag. En ik wil ook een eigen bootreisfeest. Wat wil jij? Een eigen... Een bootfeestje. Ik wil ook een bootje door de gracht. Ja. Net als de gay parade, zeg maar. Ja. Man, ik vind jou op z'n Duitse. Ich find die geil. Die geil. Mijn Duits is rustig en... Dat heeft niks te maken met de alcohol. Mijn Duits is roestig. Ja. Maar ja, dus dat soort dingen, zeg maar. Ja, dat soort dingen. Dat soort dingen. En, hoe gaat het met jouw kinderen? Dit is een... Ik doe even de intro. dit is koffietafelpraat. Jij bent een ouder van twee kinderen... Ik ben een ouder van twee kinderen, maar mijn jongste kind is vermoord. Maar dat betekent niet dat wij ruzie hebben met elkaar. Wij zijn ouders van kinderen. Heerlijk. En dan, we hebben het over de koffietafel gedinges. Erg belangrijk. Ja... Maar het gaat allemaal goed. Ik ben naar Israël geweest in de vakantie. Volk, echt waar, joh? Ja. Dat was mijn grote droom. Echt mijn hele grote wens om met kinderen naar Israël te gaan. En dat heb ik gedaan. Een beetje op de Bonnefoy. Het is onbegaanbaar voor een rolstoel, voor mijn dochter. Alles loopt omhoog en het was een hittegolf. Dus dat was allemaal minder. Maar mijn droom was dus om naar de Klaagmuur te gaan. Dat is nog nooit geweest. Ik ben wel ooit 20 jaar in een vlaag van verstandsverbijstering in Israël geweest. Maar daar weet ik niet goed van. Daar heb ik niet veel gezien. Maar daar ben ik geweest en het is allemaal op camera vastgelegd. En hartstikke mooi. Ja. Ben je stil van, hè? Ja. Ja. Het is een tranentrekkend privéfilmpje geworden van de reis. Ik kan je wel toesturen, maar dan moet je geheimhouding... Het gaat erom dat de mensen beseffen dat wat jij hebt gezegd tranentrekkend is. Oh, dat is wel... Ik kan ook alweer luchtig maken. Want weet je wat er dus gebeurde? Eindelijk kwam ik dus bij de Klaagmuur aan. En nou, de beveiliging was veel minder streng dan ik dacht, bla bla bla. Maar ik kom daar dus aan en ik loop daar dus zo. En dat je echt denkt, wauw. En toen lag daar een half leeggedronken bekertje verse chudranch. Of mango sap op de grond. En toen dacht ik, want ik ben altijd heel positief. Toen dacht ik, nou, het is gedaan met de mensheid. Als je op deze plek nog niet eens het respect kan opbrengen om... Jij hebt fucking gelijk.
dacht ik, nou, de mensheid is echt verloren. En dat heeft, maar het erg is, ik heb dus alles gefilmd, maar dat niet. En ik heb enorme spijt dat ik daar geen foto van gemaakt heb. Dat zou echt heel, ja, heel fijn zijn. Maar je kan de mensen niet helpen. Je kan de mensen niet helpen. In het Nieuwe Testament staat de wraak mij. De wraak, vengeance mine. Je kan de mensheid niet helpen. Die worden vermoord door God, die worden gewreekt. Vengeance mine. Het Nieuwe Testament, dat is niet jouw. Maar in het Oude Testament, dat is 90% van de Bijbel. Wist je dat? Geef antwoord. Het Oude Testament is 90% van de Bijbel. Oh, je zei net, het Nieuwe Testament is 90%. Nee, sorry. Dat verstond ik, daarom reageerde ik niet. Het Oude Testament, de boeken van Mozes, Jesaja, noem het maar op, hè. 90%. En dan krijg je dat Nieuwe Testament en dat is 10%. Ja, het is heel belangrijk dat de Joden stand up and deliver. De Joden waren toch degene die zich wegwezen te vluchten uit het slavendom. Hey, even een grapje tussendoor. Ik was dat gaat om humor. Ja. Ik was mee met een school met niet de meest intelligente kinderen, brugklas. Niet van het hoogste niveau. En gingen we naar de ITVA in Tuschinski. En dat was dus Iets langzamer praten. Oh, nou, we gingen naar Tuschinski. Dat is het theater, het Tuschinski Theater. Ja, want de ITVA is in de stad. De ITVA, wat is dat? Grootste documentaire festival van de wereld. Oké. Staat voor, is elk jaar is dat. Internationaal Documentaire Festival Amsterdam. ITVA. Oh ja. En alle scholen gaan er naartoe en iedereen die ertoe doet gaat er naartoe. Het is gewoon een heel groot programma in alle bioscopen en theaters. Nou, in ieder geval gingen we naartoe, maar het is altijd zeg maar correcte dingen. Ook allemaal Soros gesponsord. Maar goed, één stukje ging er dus over. Dat heb ik trouwens niet nagetrokken, maar dan weten sommige mensen wat ik bedoel. En één stukje ging dus over een kleine, korte documentaire. En dat ging dus over een Joodse man die vermoord is in de oorlog. Maar in ieder geval die klas, brugklas, niet het hoogste niveau. Dus er werd zo gezegd, hij was een Joodse man. Eén kind zei zo, Joden, weet je wel. Maar ik moest er gewoon om lachen. Ik vond het gewoon heel grappig. Die kinderen weten ook niks. En op het laatst was er dan ook een vrouw, de documentairemaakster van een andere documentaire. En toen zei ze, zijn er nog vragen? En toen vroeg iemand, zo'n kind, een beetje brugklas. En die zegt, mag ik je Insta? Weet je wel, van mag ik je Instagram naam? Mm-hmm. Dus daar moest ik ook heel hard om lachen. Nieuwe generatie is echt positief. Nieuwe generatie is best wel heel cool. Ja. Dat is het flint effect. Ja. De kinderen zijn altijd slimmer dan de ouders. Ja, en zo lekker ongegeneerd. In een gezonde maatschappij dan, hè? Ja, uiteraard. Ja. Maar waar waren we gebleven? Oh ja. Bij de humor. We zitten grapjes te maken. We gaan het niet hebben over de aanslagen van 11 september 2001 en al die politieke meuk. Nee, dat had je al gezegd. Ja, precies. We hebben het over humor. Maar ik was dus ook in Jeruzalem, hè? Ja. Je bent in Jeruzalem geweest? Ja, jongen, ik zat een hartstikke mooi hotel. Helemaal tussen die smalle straatjes, zeg maar, in de tijd van Jezus. Nou, ik heb geloof ik al die stenen afgelikt bijna, weet je wel. Gaaf. Nee, bij wijze van spreken, maar... Ja. Ik was helemaal echt zo... Ongelooflijk Joods was je, nou, of christenen, maakt niet uit. Het is gewoon... Nee, want Jezus was een Jood. Nou ja, ik had wel het idee van... wauw. Die smalle straatjes die helemaal omhoog gaan, helemaal slingeren. Weet je, dat je niet om de hoek kan kijken en er ook nooit meer uitkomt. Het is gewoon een labyrint van smalle steegjes. En alles in die stad mag alleen maar die kleur steen hebben. Dat is gewoon tot op de dag van vandaag. Ja, dat is waar mijn behang van is. Ik heb toch één grote klaagmuur in mijn huis, weet je wel? Ja, dat weet ik. Even voor de luisteraars, de kijkeraars.
deze vrouw heeft daadwerkelijk behang in haar woning laten aanbrengen door een man. En het ziet eruit als een klaagmuur. Ja. Ja, die kleur steen, jongen, dat vind ik zo mooi. Daar word ik helemaal, ja. Goede pizza had jij geregeld. Goed, hè, was die, ja. Vond ik zo, ja, heb ik ook wel eens gedacht. Ja. Dankjewel. Ja, voor maar, de eer. Ja. Ik geef het alleen maar voor de eer, want het gaat om ja, de humor. Heerlijk. Oh, complimentje altijd fijn. Ja. Complimenten zijn gratis. Ja. Is dat ook een Joodse wet, of niet? Nee, joh, lul. Ja, zeker weten. Oh. Maar ja, dat soort dingen. Maar je bent echt een beetje te bezopen om een gesprek te voeren. Dat hoorde ik al meteen toen je belde. Dat wil ik toch even gezegd hebben. Ja. Ik was eigenlijk hartstikke vrolijk en toen hoorde ik jouw stem en dacht ik, oh mijn god. Die is in de olie. Hoe kan ik daar een fatsoenlijk gesprek mee voeren? Nee, dat laatste was niet waar. Jawel, een beetje wel. Jij bent toch nuchter, of niet? Jawel. Ja, als je dat nou weer doet, dan kan je het beter van tevoren even zeggen en dan... Nee, ik kon het niet weten. Ik ben verleid door een vrouw. Diezelfde vrouw? Lonneke, ja. Waar je mee naar Geleen Ja, dan ga ik naar Geleen. Ja. Maar ze is nu weg, of zit ze naast je? Nee. Zit ze aan je? Nee, heb je je kleren nog wel aan, Perry? Ja. Oké. Ik doe nou niet alsof ik dronken ben. Niet waar. Het gaat erom dat wij mensen laten lachen. Ja, maar dat kan toch niet op commando. Dat vind ik zo knap van die cabaretiers, hè. Ik ben naar zo'n Gronings studenten cabaret festival geweest. Mm-hmm. De halve finale. En was dus een jongen die kletste dus, zeg maar, die cabaretiers aan elkaar. Maar die vond ik het grappigste van allemaal. Hij zag er zeg maar echt uit als een nerd, echt als een student, een hele slimme jonge student. Mm-hmm. En zei hij, ja, ik zal eerst even wat over mezelf vertellen en ik ben die en die en ik kom daar en daar vandaan, ik studeer dat en dat. En ik ben niet echt het gangster, Nou, dat woord had ik zo niet verwacht en paste zo niet bij hem, dat ik moest echt heel hard lachen. Maar goed, dat had je bij moeten zijn, maar het was wel leuk. Gratis lachen. Nou ja, zo goed als gratis. Dit heb je mooi gezegd. Ik vind dat zo luxe dat je gewoon gaat zitten. Koop een kaartje, ga je zitten. En dan moeten andere mensen je aan het lachen maken. Dat vind ik echt... doe het niet vaak, maar dat vind ik wel top. Ja. Ken jij Doug Stanhope? Vast. Vertel. Ja, die gaat dan op een toneel staan... Op een podium. En dan totaal besopen. Ja? In Amerika. En dan gaat hij ook nog roken. Die is leuk, man. Hij heeft ook zo'n uitzending gemaakt. Van ja, wat ik leuk vond aan Ab Ortus. Dat ik erbij kon zijn dat er een mens vermoord wordt. Ab Ortus? Ab Ortus heet het, ja. Dat is Grieks, hè? Ah. Ontvruchting. Ab Ortus. Godverdomme, daar wil ik het nou net niet over hebben. Ja, maar, Doug Stanhope vond het grappig. Om erbij te zijn dat een mens vermoord wordt. Nou, dan is hij ziek in zijn hoofd. Dank je wel. En dus... maar ik heb wel een andere, maar je bent altijd van de naam en dan kan ik dat niet onthouden. Maar er was ook een cabaretier in Amerika. Mm-hmm. En die was gescheiden en die vertelde hoe onwijs gelukkig die was dat hij de duiven aan het voeren was. En toen ging hij helemaal uitleggen wat er dus zo fijn is als je gescheiden bent en je de duiven aan het voeren bent buiten. En hij zegt, ja, als mijn vrouw gebeld had en die had gezegd, wat ben je aan het doen?
En ik zeg van, nou ja, ik ben de duif aan het eten geven. Dan was ze natuurlijk helemaal uit de pan gegaan. Dan had ze gezegd van, je bent mijn ander vijf. En denk je dat ik gek ben? En, en dan doet hij voor dat hij dus zijn telefoon bij die duiven houdt voor dat geluid. En dan doet hij dus zo'n hele boze zwarte Afrikaanse vrouw na in het Engels. Die dus zegt van, ja, en die stinkhoer. En een beetje, weet je, als een duif nadoen. En zo. Nou, echt zo grappig. Yes, yeah. Hij, ik ben nog nooit zo gelukkig geweest als tijdens het voeren van de duiven. Na de scheiding. Oh, yeah. Als vrijgezelle man, hoe fijn dat is. Mooi, hè? Ik hou niet van vrijgezelle mannen. Ik wou mannen die houden van vrouwen. Ondanks alles. Dat zou je willen. Ja. Ja, zou ik ook een samenleving. Ja, ik vind dat vrouwen heel erg onderschat worden op het moment. Ze moeten zich maar als halve mannen gedragen. Terwijl dat vind ik echt afbreuk aan het vrouw zijn. Goed gesproken, mijn zuster. Ja, heb je gelijk aan. Dat vind ik gewoon treurig. Ja, ik vind het echt verschrikkelijk. Maar ja. Het gaat om de humor. En dan moet je ook een beetje maar bij als je dat huilen. Zegt, ik raak helemaal depressief als je dat zegt. Het zit weer een heel mooi melancholische gevoel. Ja, melancholia. En dan kun je zeggen, ja, we moeten grappig zijn. Ja. Ja. Ik huil. Ik heb net al moois gezegd. Ik huil, dus ik besta. Oh. Als je toch treurig kan zijn, dan ben je er. Over huilen gesproken. Ik kan mijn hele leven kan ik al niet zo goed huilen, zeg maar. Ik ben niet zo'n jankwijf. Oh, kut. En, hè? Ik zei kut. Dan mag ik toch wel. Dan moet ik kloten zeggen. Ik ben wel gevoelig, maar ik ben geen jankert. Nou, maar vroeger... Ja, jij dus... niet? Nee, echt niet. Wanneer heb jij voor het laatst gehuild? Nou, toevallig gisteren, maar dat is een ander verhaal. Maar ik ben... Ik ben gewoon geen janker. Maar wat ik dus vroeger deed, is... ging ik allemaal lekkere dingen halen, koekjes en zo. En dan ging ik als Ornithus Love kwam. Mm. En dan ging ik in mijn eentje Ornithus Love kijken... en koekjes eten en drop en chocola. En dan moest ik altijd heel hard huilen. Bij ieder item. Ik vind dat zo'n mooi programma. Ja, want jij houdt van chocola. Oh, ja, alles wat zoet is eigenlijk. Ja. Maar nu, chocola is bitter. Dat is jouw ding. Ik weet nou, wat. Wat ik het allerlekkerste vind is, denk ik, slagroom. Jij bent telepathisch, volgens mij. Volgens mij ben jij telepathisch. Ja, dat denk ik ook wel eens, ja. Dus jij houdt net als in die van de Roddenberry. Wat die de Star Wars. Nee, dat is anders. Gene Roddenberry, dinges. Jij bent telepathisch. Die hield ook van chocola. Maar wat er dus gebeurt, even om het verhaal af te maken, Ornithus Love is dus terug. En inmiddels heb ik dus kinderen die groot zijn, best groot zijn. En de jongste, die zit dus, want die kijken altijd alles terug, dat is de moderne tijd. En die kijkt dan terug op de televisie en die heeft dus Ornithus Love ontdekt. Dus dan klikt ze iedere keer zo'n item aan. Nou, en de setting is, ik zit altijd aan tafel, ik zit altijd achter de computer, ik ben altijd bezig. En zij kijkt tv, ik kijk nooit tv, maar ik hoor het natuurlijk wel. Maar ik moet er gewoon, ja, ik schiet gewoon weer vol, nog steeds, 25 jaar later. Dus als ik dan de hele tijd zo, zeg ik, nou, zit nou af, want ik zeg, ik plof. Ik vind het zo mooi, nog steeds. De liefde, weet je wel? Of niet alleen maar liefde, van maar liefde. Mensen die liefde, bij elkaar komen. Zo liefde mooi. Vind ik het meeste om van te houden. Ja, ben ik helemaal met je eens. Ja, zelf hoef ik het dan zeg maar niet, weet je nee, wel? Nee, ik heb er ook geen behoefte aan. Het is net als met Golden Retrievers, vind ik hartstikke leuk, maar ik hoef niet... Maar ik, ja, het is fantastisch, vind ik het. Een mooi woord. In het Nieuwe Testament staat dat de vrouwen niet mogen spreken in de kerk. Uh-huh. Maar bij deze heb jij het wel gedaan met mijn toestemming. En nu heb ik jou aan het lachen gekregen.
Met show mijn dronken kop. Ja, show me the room to the drunkens. Zo. Ik heb gebrek aan respect, eigenlijk. Voor? Wat? Ga jij wat nieuws vertellen? Nee, jij zegt ik heb een gebrek aan respect. Dus ik zeg ja, voor wat? In het algemeen. Zelfs Marokkanen ben ik een stelletje kut-homo's. Nou, ik kan gewoon niet meer tegen die agressie, weet je wel. Ik zit 2 uur per dag in de auto dwars door Amsterdam heen. Wat? Nou, 2 uur per dag? Ja. En ik denk gewoon... vandaag of morgen stap ik echt uit. Dus, 2 uur per dag in een auto door Amsterdam? Ja. Waarom? Waarom? Om een kind naar school te brengen. Voor de CO2-belasting of zo. Ja, ze kan niet fietsen, dus ik heb geen keus. 2 uur per dag met je... Ja, ik ga 1/2 uur heen, 1/2 uur terug. Gelukkig ben jij 100% Joods, dus je overleeft dat wel. Jawel, maar ik denk ja, wel... Ja, ja, van, jij zei je wel. Ik schiet ze allemaal kapot. Dan ja, dat doe ik jou. Dat, ja, zo'n dingetje. Ja. Maar dat heeft dus iedereen in Amsterdam. Dus daarom is het nog erger, zeg maar. Ja. Dus. Ja. Ja. Maar goed. Leuke dingen. Ja, precies. Ja. Als ik moet huilen, en dat kan niet, want ik wil nooit huilen, wat ik dus net zei. Dan denk ik altijd aan spruitjes en sperziebonen en aardappelen schillen. Dat is ook gek, hè? Maar dat helpt ik vind het wel goed. Grappig dat je dit zegt. Ja. Maar dat helpt echt. Nou ja. Ja. Ik sperziebonen, spruitjes schoonmaken, aardappels schillen. Hoef je niet te huilen. Ja. Precies. Mijn jongste zit dus op school. Met uien moet je wel huilen, zijn. Toch? Met uien moet je huilen. Ja, nou, die school waar mijn jongste zit, hè, daar zijn ze zo lief. En dan moet ik ook elke keer aan spruitjes denken en aan aardappels. Anders loop ik de hele tijd te janken. Als ik met een juf of een meester praat. Vind je het erg als ik jou een van de liefste vrouwen ter wereld noem? Nou, Eén van de liefste in. Vrouwen. Ja, voor jou 10 anderen natuurlijk. Maar... Ja, tuurlijk. Ik snap het. Maar het klinkt wel heel mooi. Ik ben wel aan het blozen. Kan ik je vertellen. Oh, wat fijn. Dat is lang geleden dat ik gebloosd heb. Dus dankjewel, lieve Perry. Dankjewel voor jou. Ik vind je ook heel lief en heel grappig en heel intelligent. Echt. God houdt van mij en hij houdt van jou, by the way. Dat is het misschien wel, ja. Ja. Hoe weet dat of ze jou zijn? Je hebt ook altijd het idee gehad dat God heel veel van je houdt, toch? Ja. Dat kan niet anders, want ik ben zelf zo'n klootzak. Ik heb helemaal nooit iets... van mezelf gekund. Oh, dat is onzin. Je bent zo belezen en zo... Nee, mijn lieve kind. Jij kan heel veel. Dat is gelul. Nee. Wel, het is mij gegeven. Wel. Ja, oké. Ik ben een dronken stoemaard. Ja, nu. Nee, altijd. Al wat erger. Echt? Nee, oh wat erg. Moet je niet zeggen, joh. Nee. Ik stop met drinken, hè. Dat doe ik af en toe, hè. Ah. Maar dat helpt niet. Ja, dan stop ik met drinken, dan stop ik met roken, en met alles. Maar dat helpt helemaal niet. Het helpt niet, waartegen? Ik word er niet slimmer van. Zou je slimmer willen zijn? Wel, ja. Nou, laten we het humoristisch houden, maar... Nee, ik zou het niet willen. Ik wil eigenlijk dom zijn. Echt, hè? Ik zou heel graag gek willen zijn, maar dan bedoel ik echt gek. Zo. Ja, zo, precies. Zo. Oh, lijkt me dan gaan fijn we carnaval vieren. Oh, dat je alles kan zeggen jij wat je als ziet. Joods en ik als christen gaan wij carnaval vieren... Op 23 juni. Als het lekker weer is.
Als je gewoon alles kan zeggen wat je ziet. Oh, wat lijkt me dat fijn. Hmm. Als je moet poepen dat je gewoon achter een auto gaat zitten en je broek naar beneden trekt. Ja, heerlijk. Heerlijk, man. Nee joh, gewoon hup, broek dicht en dan... Ja, echt, wij streven naar dezelfde wereld. Ik zou niet dakloos willen zijn, maar wel, ik zou wel een keer, ja, dan denk ik wel, zo lijkt me dat lekker. Als je gewoon gek bent. Als je gewoon keihard op straat loopt te zingen, weet je wel? Ja. Ja. Ik snap zou je zeggen? Ik snap je. Ik begrijp jou. Het gaat erom dat we nu bij het uur zijn. Ik kan me niet herinneren dat ik zo slap heb lopen lullen. Ja, dat komt omdat ik zo dronken ben. Nou, het ik ben dokter Dronkenstein. De waarheidsspreker. Zo. En ik heb mijn check gevonden. Ook nog een keer. We moeten gaan afbreken. Want we zitten over het uur. Ja, nee, lijkt me heel goed. Excuses voor de luisteraars. Het is de schuld van Perry. Ja, absoluut. Alles is mijn schuld. Alles is mijn schuld. En, toch leuk je stem gehoord te hebben, lieve Perry. Oké. Jij blijft even hangen. Ja. En ik doe de afsluiting voor de kijkeraars, ja. Wel mijn volgende keer in de ochtend, na de koffie. Dat is ook leuk, ja. Doe dat eens. Totaal nuchter, dat is ook wel leuk. Ja. Mooi zo. Oké, dag Perry. Ja. Nee, niet ophangen. Ik hang niet op, maar ik zeg wel vast. Ja, het gaat even over de kijkeraars, want dit doen we alleen maar voor jullie. Ik doe dit niet voor de katsenkut. En ik zeg op zijn hamburgers, tjus en tjus. Dag lieverds.